And you use your body. You don't use strength. You use your body. So pushing in like this, not like this. In front. So your arm is, your body is pushing in. So your whole body is actually not only the arm kracht, but echt alles laten werken. In de rug, de benen mee gebruiken als steunpunt. That begins to determine what you're going to make. Is it going to, do you center it close together, do you center it wide, do you center it flat, do you center it tall? So you immediately have to know what you're doing. And the shape, as I was talking about last night, the shape of your pot begins on the inside. It's not determined by the outside, it's determined by what you do on the inside. The bottoms of my pots are almost always rounded, so that's how I make the inside. You make the inside square and you try to trim it round, trim through. So immediately you have to know what you're going to make. Hij weet al direct welke vorm dat hij gaat doen. Ongeveer weet hij hoe hoog en hoe breed dat hij het wil hebben. Het belangrijkste is om als je het opentrekt, dat je moet weten wat dat je wilt, omdat de binnenkant het belangrijkste is. Hij doet meestal met een kruiken met een heel smalle voet. Dus de binnenkant is al eigenlijk al vrij smal. De buitenkant kan hij nog later mee optrekken. En afdraaien. Is this the same clay from your studio? Almost. This is really good. Yeah? It takes a home with me. It's most suitable clay because it's forgiving. It allows you to go very far. It's strong. Yeah. Die kan maximum 1000 geven. Die is eigenlijk te veel vervuild. En je ziet hoe ik throw it with very little, now no water. Very dry. Ze draait heel droog zonder water. It keeps the clay strong. But you also have to push harder, and you have to be careful, because when you push so hard, it can twist. So you have to always be looking and feeling everything. And if your arm or wrist or hand hit here, it bounces. So you have to push only with your fingers. Just. Hij draait zonder water om de stevigheid van de knij te behouden. Anders gaat het te snel verzadigd worden met water en te slap worden. En hij is verplicht in die grote vormen met zo weinig water te draaien, dat je eigenlijk meer druk en kracht moet uitoefenen. En zeker de wanden niet raken met de rest van je armen of handen, want dan begint het te stotteren en dan krijg je direct een spiraal of een duw. Dus
veel kracht uitoefenen en veel stabiliteit ook. Maar een middeltje is dus wel met de spons van binnen en van buiten alles droog maken en je handen afwassen en afdrogen. En met dat je handen droog zijn, je droge handen en een wand die van binnen en van buiten ook dus niet onregelmatig nat is, maar dus eigenlijk even, overal even nat of even droog is. Dat is een heel goed middel. En dan heb je dat dus niet meer, dat stotteren. It's very dry feel, come and feel how dry. De slip die er nu op zet, dat komt uit die kleigroeve van cellen. She said one day, have you seen my hair curler? No. Oh. Het voordeel van deze slip is dat die op 1250 graden nog altijd dezelfde kleur heeft. Ongelooflijk. Wordt niet bruin. So when you throw dry, you have to be completely dry. No water at all. Because if you have a little bit of water, then all of a sudden it slips. So either wet or dry, not in between. Now, I've learned how to do this, so I can make the transition between being wet and dry without having to always wipe my hands. But when you learn how to do it, when you're first experimenting, then stop, dry your hands completely, and then go back. When I shake this now, I have to be very careful not to pull too much, too far. Otherwise it will collapse. So it's gradual shift. Mm-hmm. And the more I work, the drier the clay gets. Mm-hmm. And the stronger it gets. Mm-hmm. I don't want any water in the bottom of the pot, so I'm always careful to dry it. When water pools in the bottom, that can cause cracking. So you want the bottom, you want the inside to be dry. De bodem moet zeker goed droog zijn, dus er goed opletten en op tijd zijn. And I'm going up and down with the rib, from the top to the bottom and the bottom to the top. En gaat refine the shape. Van binnen op en neer, op en neer telkens. And when I use the rib, I'm pulling towards me, like this, but not straight like this, it's like this, because I don't want to scrape clay away from the inside, just a little bit of slip. Mm-hmm. I want to just push the clay, understand? Now, I can make it thinner, but thin is not always good. Because this is going to be raku fire, so you want to be careful not to make things too thin. Yeah. It's very easy to get carried away and make your pots as thin as possible and as light as possible, but you have to make your structure according to how the pot is going to be fired and what it's going to be used for. Your wife collects those spoons.